Martijn van Leeuwen, wat heeft u voor motoren? Nou, ten eerste ben je welkom op de Moby King met 2 industriemotoren. En wat zijn dat? Wat is het pk? 250 pk ongeveer per stuk. We hebben er 2. En hoe lang staan ze er al in? Sinds de bouw. Wanneer? 1960 is de kiel gelegd in Nederland, in Appingedam. En hoe is het varen met die industriemotoren? Geweldig, ik kan er van op aan. Rustig, genoeg kracht. Voor ons werkt prima. De Moby King, wat is dat eigenlijk voor schip? De Moby King is de voormalige veerboot naar Ameland van rederij Wagenborg Passagiersdiensten. Hij is sinds zijn tweede leventje bezig onder de naam Moby King. En wij vervoeren volle passagiers mee. Tot een maximum van 600 passagiers. En dat kan hij prima. En wat zijn dat voor vaarten? Diverse tochten, van bedrijfsfeesten, bruiloften, tot een overtocht bijvoorbeeld naar de Markenwarf. Kapitein van Leeuwen, we zijn nu in de machinekamer. Wat kunt u erover vertellen? Heb je de tijd? Nou, welkom in de machinekamer inderdaad, heren. Ja. Nou, hier staan we dus aan stuurboord bij ons zescilindertje industrie. Wat ik net heb begrepen, maar bij ons staat hij op een lage toer in, maar 750 toeren per minuut. En bij ons staat hij afgesteld op een maximum van 600 toeren per minuut. De keerkoppeling van Kuipers, ook een heel bekend merk uit Rotterdam. Dat noemden ze vroeger een herensetje, geloof ik, heb ik wel eens gehoord. Dit bij elkaar. En die is 2-1. Dus de schroeven draaien ongeveer 300 toeren maximaal per minuut. Die zijn ook helemaal in het achterschip ingebouwd. Omdat het schip een heel fijn kenmerk heeft namelijk. En dat is dat hij maar 1 meter diepgang heeft tot 1 meter 10 met de passagiers. Dat heeft ons geen windeieren gelegd, moet ik zeggen. Want juist weinig diepgang geeft ook de mogelijkheid om bij leuke toeristische plekjes te komen. Want anders ben je gebonden aan de aanwateren, zullen we maar zeggen. Hè? Ja, wat kan ik er nog meer van zeggen, heren? Ja, het staat op lucht. Daar hebben we 3 reserveketels voor. Nou ja, dan de procedure die ik ook zo mooi bij een collega heb gezien in het vrachtschip op een filmpje van jou. Nou, je weet het wel, pompje dit, met de olie netjes. We hebben natuurlijk wel wat voorbereid, want anders dan wordt het een heel lang filmpje. Maar we hebben even vandaag voorbereid even dat we de luchtflessen weer even vol hebben. Nou, en een beetje de olie gecontroleerd. Dit zijn 2 separate tanken. We hebben de oliekatten zeg maar apart per motor. Nou, die kunnen we hier ook controleren. Nou, en dan doen we gewoon de startprocedure. Smeren straks even wil ik graag laten zien. En dan voor 2. Want wij hebben er 2 in zitten. En dat is vrij uniek denk ik in Nederland. Ik denk niet dat er een schip rondvaart nog going concern met 2 industriediesels. En ik weet nog heel goed dat ik hem overnam van de Wagenborg passagiersdiensten. Want ik had de Schiermonnikoog ook overgenomen. Toen heb ik gezegd tegen de directie van als jullie deze verkopen dan wil ik erbij zijn. Nou, zo is geschied. Ik heb een hele goede band overigens ook met de rederij Wagenborg nog steeds. Ook met de bemanningen, die ook al wat ouder zijn natuurlijk. En, want het schip heeft heel wat historie, moet ik zeggen. En die machinist,
Hier, je gelooft het niet, dat was een man van 2 meter lang. Die heeft dus zijn hele carrière vanaf de jaren 60 hier in die machinekamer geleefd. Hij zat hier op een stoeltje naar zijn singelde motortjes te luisteren. En toen hij met een traantje afscheid nam, en dat weet ik nog heel goed in de sluis van Enkhuizen, en toen voerden wij hem verder terug naar Amsterdam, dat hij zei, Kees, ze gaan jou voorbij. En zoals jij ze gebruikt, zul je er nog heel veel plezier van hebben. En dat is ook zo. Het zijn betrouwbare, lieve motoren. En weet je wat ook zo is? We doen wel zo lachen in deze tijd. Duurzaam is ook er heel lang mee doen. Nou, we staan nu achter de stuurboordmotor. En aan de stuurboordmotorkant hebben we ook nog een schroefascompressor. Wij hebben dus 2 compressors aan boord. Eén met de elektromotor en één op de schroefasmotor. En daarnaast hebben we hier dan de luchtflessen. Die staan klaar om de motor te starten. Nou, ik ga nu even de tuimelaartjes en de klepjes even met al die smeren zoals het hoort. Alle beweegbare punten. En tijdens de vaart doen we dat 1 keer in de 2 uur. Een beetje smeren. In het algemeen draaien wij natuurlijk niet zo hard. Dus zoals vrachtschepen hebben zwaren, maar wij varen natuurlijk om te recreëren. En dat betekent juist dat je voor de klant af en toe wat matiger mag varen dan alleen maar volle pk's benutten. Het zijn ook zuinige motortjes. Ik ben nu aan de voorzijde van de stuurboordhoofdmotor. En daar zit de oliepomp, waarmee je dus even eerst druk kan opbouwen in de motor. Het is natuurlijk belangrijk dat je dat alvast even goed vet hebt gezet, de krukas en dergelijke. Ik draai daarvoor de kraan nu open. En dan is het rondpompen. Ik moet zeggen dat ik dat al een beetje heb gedaan, maar we doen het natuurlijk even voor de film. Want je moet wel even een beetje je tijd nemen om rustig alles voor te bereiden. Nou. Kapitein Kees, wat gaat u nu doen? Nou, we hebben alles gecontroleerd van de motoren. Of er genoeg koolvloeistof in zit, al die gecontroleerd. Alles netjes gesmeerd. Daarvoor heb ik ook gezorgd natuurlijk dat de luchtflessen vol zitten. Want we gaan maar eens starten. En dat gaat als volgt. Ik draai 1 fles nu open. En daar zit in 20 bar voorraad. Dit is de kraan waarmee je vanaf de compressor vult. En dit is een overdrukventiel. We hebben net de luchtfles opengedraaid. Ik ben nu bij de stuurboordmotor. En ik draai de luchttoevoer open richting de motor. Zo. En dan gaan we straks starten. Door het overhalen van deze hendel.
Het zijn betrouwbare, lieve motoren.